Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Deze 3D printer is echt bijna af. Het einde is echt in zicht. Er is licht aan het eind van de tunnel. In deze video heb ik slechts een paar dingen die we gaan oplossen. Losse eindjes, hè. En we gaan beginnen waar we de vorige keer geëindigd waren. En dat is met de kabels voor het heated bed. We zijn bezig met het heated bed en we hebben besloten tot dat gat achterin hier, wat hier zit, gewoon op de verkeerde plaats zit eigenlijk. Dus dat gaan we dichtpluggen proberen. We hebben drie plugjes gemaakt, alle drie van iets verschillende maat, om dat gat eigenlijk dicht te pluggen. En dan kijken we zo meteen waar het nieuwe gat moet komen, maar eerst moet die even dicht. En na wat zwarte verf zie je het gat bijna niet meer. We zijn weer bezig met de draden van het heated bed. En we hebben besloten om ze te gaan wegwerken in een drag chain. Dus hier hebben we een mooie drag chain geprint. Van het mooie rode plastic. En het plan was eerst om hem eigenlijk zo toe te passen. En dan onder het bed mee te laten bewegen met het bed. Maar daar is gewoon geen ruimte voor. Er is echt te weinig ruimte om dat voor elkaar te krijgen. Dus is eigenlijk de enige mogelijkheid nog om hem op zijn kant toe te passen. En hem dus eigenlijk op die manier mee te laten bewegen. Zo'n drag chain bestaat uit een heleboel kleine onderdeeltjes. En dit is het eindpunt. Of het beginpunt, net hoe je het wil noemen. En daar gaan dus die kabels de onderkast in. Dus hier zit een gat in de bovenplaat. En daar komen de kabels van onder uit de onderkast. Komen ze hierin, gaan ze de drag chain in. Dan volgen er dus 24 van deze schakeltjes. En die gaan zo helemaal in een bocht naar dit eindpunt wat onder het heated bed zit. Dus het heeft een lekkere dikke bovenkant hier, zodat we er goed in kunnen schroeven met kleine houtschroefjes. En dan gaan die kabels hier eruit en die gaan omhoog door het plankje van het heatbed gaan ze naar het verwarmingselement. Het eindstuk van de drag chain hebben we gewoon met twee schroefjes hier vastgeschroefd aan de bovenkant. Dus dat zit er mooi op zijn plaats. Dan hebben we de draden er even doorheen getrokken. En dan kunnen we bepalen waar ongeveer het andere montagepunt moet komen. Want het moet natuurlijk niet... Kijk, deze kant moet niet te strak getrokken worden natuurlijk. Dat is niet mooi. Dus we willen een beetje speelruimte hebben. Ook weer niet te veel, want dat is ook niet nodig. Dus we zoeken gewoon een beetje een punt waar die mooi uitkomt. En het lijkt erop dat we eigenlijk precies genoeg schakeltjes hebben geprint. Dus... We gaan hem ongeveer op deze plek vastschroeven. Zo. Het is natuurlijk een hele mooie technische oplossing, zo'n drag chain. Maar je zou het ook iets simpeler kunnen doen als je dat wil. Dan laat je nog steeds die kabels gewoon door het hout hier naar beneden komen. Niet te dicht op deze rand. En dan laat je ze in een lusje hier naar beneden gaan. Dus ongeveer naast die motor en zo dicht mogelijk tegen deze mount aan. Laat je de kabels naar beneden gaan. Nou, dan zorg je dat er genoeg ruimte is, zodat het bed twee kanten op kan bewegen. En dat die kabels een beetje in een mooie lus blijven liggen. Net als de dragchain eigenlijk. Dus hij wijst de hele tijd één kant op. En dan kan het ook prima zonder zo'n dragchain. Als ik het opnieuw zou bouwen, dan zou ik wel de drag chain en of die kabels überhaupt aan deze kant maken. Omdat namelijk de home positie van de hot end aan deze kant is, hier. En als die dan tijdens het opwarmen een beetje plastic lekken, en dat gebeurt, dan druppelen ze dat plastic op je drag chain potentieel. En dat is een beetje zonde en minder makkelijk schoon te maken. Dus daarom zou ik die drag chain aan de andere kant doen.
We hebben mooie klemmetjes gemaakt die het glasplaatje vastdrukken tegen het verwarmingselement. Je ziet ook vaak dat mensen dit soort klemmen gebruiken om het glasplaatje vast te houden. En dat doe ik ook met mijn eigen printer. Maar dat werkt aan de voorkant hier prima, maar aan de achterkant is eigenlijk geen ruimte voor zo'n klemmetje, omdat het bed helemaal tegen de achterplaat aanschuift. Hier. En ook aan de zijkant is het een beetje krap. Nou, daar zou je iets op kunnen bedenken. Je zou gewoon het zo vast kunnen klemmen en dan die beugeltjes eraf kunnen halen. Deze dingen gaan er gewoon af. Dat zou kunnen. En je hoort wel eens dat het voordeel is van dit soort klemmetjes, dat je heel snel het glasplaatje eraf kan halen. Maar ik gebruik deze ook en in de praktijk haal ik helemaal nooit het glasplaatje eraf. Dus ik vind dit een veel mooiere oplossing eigenlijk. Die klemmetjes voor de glasplaat van het heated bed, die maken we van deze meubelhoekjes. En het zijn hele mooie dunne. Het is niet van dikke materiaal zoals die grote meubelhoeken. Het is veel dunner. En ook niet zoals deze. Het is echt mooi dun spul. En dit is al een gaatje wat je kan gebruiken. Dus het is een kwestie van een klein verzetje erin maken. En dat hebben we als volgt gedaan. Eerst hebben we gewoon ingeklemd. Haaks. Eigenlijk net boven het gaatje inklemmen. Zo. Dat is de eerste hoek. En dan is het een beetje tricky, maar als je het voorzichtig doet, gaat het goed. Zo. Zo. En dan moet ik hem natuurlijk nog afzagen. En als nou die hoek een beetje te groot is, dan moet je even proberen met een glasplaatje natuurlijk. Dan kan je hem gewoon een beetje plat te slaan. Zo. En een beetje vormgeven als nodig is. Doe ik gewoon eventjes even prutsen. Dan op de juiste lengte afzagen. Een beetje mooi rondveilen. En dan zijn het hartstikke mooie klemmetjes. Ik heb hier helaas geen beelden van. Maar we hebben inmiddels ook al de SD-kaart hier erin gebouwd. Ik wilde eigenlijk voor een eenvoudige oplossing gaan. En die SD-kaart hier gewoon opplakken. En dan die flat cable door een gleufje hier naar beneden de kast in laten voeren. Maar Michael, de eigenaar van de printer, die wilde dit. Dit vindt hij mooier. En het is ook veel mooier. Alleen hadden we de kast al helemaal geschilderd. En toen besloten we nog dat dat ding hier moest komen. Dus ik was bang dat het gat lelijk zou worden. Maar het is eigenlijk heel fraai geworden. We hebben gewoon gaten geboord en daarna geveild. Rustig aangedaan. Net zolang tot hij mooi op zijn plaats zit. En hij zit gewoon vastgelijmd. Hier aan de onderkant in de hoek van de machine zit dus onze reader. En die flat cable hier, die gaat naar een dummy SD kaart. En die zit dus in de reader van het display. En nu de printer even op zijn rug ligt, kunnen we mooi even aan de onderkant kijken. Nou, je ziet dat die kabels allemaal nog een beetje opgeknapt moeten worden. Ja, het is een beetje een dradenbende en het is nooit helemaal op te lossen hoor. Het blijft een beetje een dradenbende. Maar zoals deze hier, deze hangt hier los met die weerstandjes eraan. Dat is van de afstandssensor voor het heated bed. Dus dat, dat is nog een beetje erg rommelig. Hier komen die kabels uit die slangen. Nou, die slangen mogen iets korter dus. Moeten we een beetje opknappen nog. Maar alles is aangesloten. Dus we zijn eigenlijk klaar om de firmware te laden. En om een eerste testprint te gaan maken. Jullie hebben nog een video van me te goed over de elektronica. En die ben ik aan het maken, die video. Maar het is alleen heel veel werk, omdat ik dus schema's moet tekenen en alles duidelijk wil uitleggen. Dus dat is een behoorlijke klus. Maar hij komt er echt aan.
We hebben trouwens besloten dat we de onderkant van de kast gaan afdekken met een plaat. Om eigenlijk te voorkomen dat als je je vingers aan de binnenkant van de kast krijgt, dat je dan bijvoorbeeld hier de netspanning kan aanraken. Want dat is gewoon een open en blote connector. Dus dat is een beetje gevaarlijk. En ja, er is natuurlijk minder kans op beschadigingen als je gewoon niet bij die draden binden kan. Dan is het wat zekerder. Dus die gaan we nog afdekken. En dat zijn alle onderwerpen voor deze video. Het is denk ik de kortste video in de serie van de 3D printer. In de volgende video bespreek ik de firmware en maken we de eerste testprints. En speciaal voor de abonnees heb ik alvast een sneak preview. Dus als je geen abonnee bent, even abonneren en dan verder kijken. We zijn dus al bezig met de eerste testprints en tegelijkertijd tweaken we en passen we de firmware aan. En als dat klaar is en de printer print succesvol, dan pas kan ik natuurlijk de firmware presenteren. En dan heb je die video dus nog te goed. Maar dat is dus de volgende keer. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.